Ik ga in gesprek met Bas van der Velde, tot voor kort, tot voor heel kort, directeur van Rijnconsult. Bijzonder bedrijf, bijzondere man, ik verheug mij erop. Bas, jij bent directeur van Rijnconsult, althans tot voor kort. Hè? Want we kregen een persbericht. Ik zeg niet dat natuurlijk van de mat is getrokken, maar niettemin. Lang directeur geweest van Rijnconsult. Hoe lang? Ja, 13 jaar. 13 jaar. En dan is het normaal dat je stopt? Of is het normaal dat je zo lang bij zo'n bedrijf directeur bent? Nou, in deze bedrijfstak zie je dat mensen soms heel lang kunnen blijven hangen. Ja? Vaak ook omdat ze met hun eigen aandelenkapitaal vastzitten aan het bedrijf. Dan zijn ze min of meer eigenaar. Maar dat was jij, dat ben jij. Mede-eigenaar. Ja? Maar in een, ik heb maar een minderheidsaandeel. We hebben ruim 30 aandeelhouders. En met elkaar vormen wij het aandeelhoudersbestand. Ja. Dus ik ben niet zo vastgeklonken aan het bedrijf. Nee. Maar 13 jaar is volgens mij een respectabele governance periode, zou ik zeggen. En je hoeft niet weg, hè? Zeker niet. En je gaat niet weg. En ik ga ook niet weg. Nee. Ik heb het als vak. Ik ben organisatieadviseur. Dat is een vak wat ik nog heel lang zal blijven uitvoeren, denk ik. En ik blijf gewoon als organisatieadviseur, als partner verbonden aan het bureau. Ja. En kan mij weer meer op mijn klanten gaan richten. Ja, dus eigenlijk je vak weer ten volle beïnvloeden, beoefenen. Ja, klopt. Ja, het is wel een bedreigd vak, hè? Daar wordt natuurlijk nog wel eens cynisch over gedaan, adviseurs. Ja, de directeur ook wel trouwens. Directeur maar, ook wel, ja. Maar dit terzijde, ja. Nee, dat klopt. En af en toe stel je jezelf ook wel de toegevoegde waardevraag. Maar tegelijkertijd in de afgelopen crisis die we hebben meegemaakt, dan zie je ook weer dat klanten tot bezinning komen en alleen nog maar echte vragen weten te stellen. Het zuivert het eigenlijk wel mooi op. Ja, het zuivert dus niet alleen de aanbodkant op, zou je kunnen zeggen, maar ook de vraagkant. Ja, men wordt kritischer. Wanneer heb ik iemand nodig? Wat wil ik werkelijk weten? Precies, het laten vliegen van grote projectteams is veel minder aan de orde. Maar meer af en toe is de blik van buiten nodig. Nou, dan doen we alleen dat. En dat hoeft niet de vorm van een groot projectteam te hebben. Veel kleinere klussen dus. Kleinere klussen. En het leuke is, als je wat langer in het vak zit, zijn dat dan vaak wel de spannende momenten waarop je aanwezig mag zijn. Dus ja, dan ben je niet meer een inleenkracht die ook wel binnen had kunnen werken. Dan weet je, nu is het ook kritisch dat ik er ben. Ja. En ze worden kritischer op het besteden van tijd en geld natuurlijk. Ja, ja. Zeker. Nu stop je met directeur zijn. Wat is de reden? Is er een specifieke reden om directeur af te gaan? Ik zou een onderscheid tussen reden en aanleiding kunnen. De aanleiding is heel, heel plat. Ik word 50 dit jaar. En dit jaar, we hebben een systeem van vierjaarlijkse herbenoeming. Dat stond weer op de rol. Dus dat zijn dan van die oppervlakkige signalen dat je denkt, misschien moet ik toch eens iets doen. Ja. De reden is dat dit best een zware combinatie is. Verantwoordelijkheid dragen voor een bedrijf met 40, 50 man en tegelijkertijd ook nog een halve adviespraktijk. Maar het is een meewerkend voormanrol. Ja, het is echt een meewerkend voormanrol. En dat is principieel, neem ik aan. Ja, ik vind, maar daar komen we misschien later nog wel over te spreken, in een omgeving van professionals hoef je niet de beste professional aan de top te hebben. Maar het helpt wel als je voldoende gevoel voor het vak hebt en dat ook onderhoudt. Ja. En overigens ook gevoel met de markt houdt. Dat is ook niet onbelangrijk. Ja, want je geloofwaardigheid hangt mede af van je vakmanschap. Ja, ja. Dat is een andere en dan omgeving. Is de vraag of je een goede vakman kunt zijn en directeur. Ja. Dus hoe lang je zoiets vol kunt houden op niveau. Precies. Daarnaast, merk je dat afneemt, dat niveau, als je dat directeurschap combineert? Nou, je leert ook bij in je adviesvak. Ja. Hoewel ik soms commentaar van collega's kreeg dat ik niet te veel mijn eigen ervaringen in het advieswerk mocht gooien. Oh ja, dat je als directeur voortdurend zegt, ik herken dit. Ik vond dat overigens onzin. Ik denk juist, ik merk dat ik juist meer mijn eigen werkelijkheid in, ook in mijn advieswerk breng en mijn eigen zijn. Wordt het werk persoonlijker? Ja, dat ligt een beetje aan het type advieswerk wat je doet, maar ik denk, naarmate je ouder wordt, zit je ook wat meer naar de toppen van organisaties.
En dat lijkt allemaal rationeler en verstandiger. Maar in de praktijk is het daar juist persoonlijker. En is het interrelationele ook misschien wel belangrijker. Ja, de verhouding tussen cliënt, zal ik maar zeggen, en adviseur wordt ook. Dus het vak wordt misschien wel, naarmate je ouder wordt en senioriteit krijgt, persoonlijker. Dan moet je jezelf meer inbrengen. Ja, nou ja, het flauwe spreekwoord, het is eenzaam aan de top, dat klopt. En vaak ben je als adviseur dan juist die gesprekspartner waar het even niet eenzaam is. Ja, maar dat zou vreemd zijn als een stagiair dat persoonlijk inbrengt, toch? Ja, dat misschien daar ook weer makkelijker kan zijn, want die is het minst bedreigend. Je zou kunnen zeggen aan het begin, ja, dat je werkelijk ontvangen. Ja. En aan het einde dat je niet meer hoeft, hè? Want je zou ook kunnen zeggen, het maakt je misschien wel onafhankelijker. Moet ik me voorstellen dat je niet meer hoeft te werken, of is het niet zo erg? Nee, helaas is het niet, is het niet zo, of helaas. Dat is ook maar betrekkelijk. Nee, dat is zeker niet het geval. Nee. Maar het is, vind ik overigens ook voor een bedrijf heel gezond om na 13 jaar een verandering in de top aan te brengen. En ik vind het ook leuk om te zien dat er nu naast de huidige collega die ik nu heb, ook een jongere vrouwelijke collega, dus uit een andere generatie, aantreedt. Het wordt misschien wel tijd om het stokje over te doen. Dus dat vind ik gezond. Ik vind het gezond voor mezelf. Ik word 50, zoals ik net zei. Ik heb nog zo'n 20 jaar te gaan. Ja. Ik zag mijzelf dit ook niet 20 jaar volhouden. Misschien geeft het ook weer ruimte. Ik weet wel zeker, het geeft ruimte. En daar probeer ik behoorlijk van te genieten. Zullen we het daar eens over hebben? Ja. Want wat stel je nou voor van die ruimte die zich nu aandient? Waar koers je op? Want ik heb je uitgenodigd om over de zorg te praten. Ja, nou, daar komen we zeker nog over te spreken. Tot nu toe is mijn carrière heel, heel lineair verlopen. Ik wist wat ik in de volgende stap en fase wilde gaan doen. En dat was vaak een logisch gevolg van wat ik daarvoor had gedaan. Ja. Nu sta ik op een punt waar ik denk van, nou, maar eens kijken wat er nog meer te beleven is. Dus veel onbevangener nog? Onbevangener. Ja. En de vorm waarin ik dingen doe, vind ik minder belangrijk. Een vorm, daar bedoel ik mee de rol van adviseur, de rol van directeur, de rol van toezichthouder, dat doe ik ook nog. Misschien wat meer op zoek naar de onderliggende missie daarin. En dan vind ik vanzelf de vorm daar wel bij. En misschien ook nog wel het verdienmodel. Zullen we zoeken naar die onderliggende missie? Welk patroon onder die vormen zie jij nou als wezenlijk voor jou? Wat drijft de heer Van der Velde? Nou, even meenemen in wat levensfase. De interessante vraag in dit verband is, wat wilde je doen toen je 16 was? Ja. Ik wilde toen producer van plaatjes worden. Plaatproducer. Richard Branson was daar een voorbeeld van. In die tijd alleen nog maar producer van plaatjes. Inmiddels is hij wat groter gegroeid. Geobsedeerde muziek. Waarom weet ik niet. Ik denk dat ik er nu een beter antwoord op heb. Vervolgens ben ik economie gaan studeren. Ik ben bij KPMG gaan werken. Ik ben bij Generali gaan werken. Verzekeraar. Nette bedrijven. Nette bedrijven met één ding, inclusief studie. Geld staat centraal. Ja. Hele, inclusief de bijbehorende. KPMG, Generali, dat zijn geld, politiek. Geldbedrijven. Ja, dus geld is belangrijk. De rationaliteit, het reduceren van transactiekosten is de missie in het leven. Ja. En in 1995 ging ik al werken bij Rijnconsult. Ja. En ineens liep ik bij de politie rond, bij een gemeente, een sociale dienst. En ik kwam in een hele andere omgeving. Er is meer, meneer Van der Velde. Ja. Vervolgens ging ik toch eens wat andersoortige opleidingen doen in de psycho- en groepsdynamica. En ik kan me daar herinneren dat ik een hele dag gediscussieerd heb met 20 man over de vraag, is het nou echt het doel van een organisatie om transactiekosten te reduceren? Dat waren zij niet met mij eens, terwijl voor jou was het vanzelf. Tot dat moment, als in 1999, was dat zo logisch, daar heb je het niet over. En dat zijn leerzame momenten. En gaandeweg. Het zijn eigenlijk adviseurs geweest voor jou om je vanzelfsprekendheden te hebben. Ja, absoluut. Dat was een ontluisterende. Ja, pijnlijk. Maar zeer leerzame dag, kan ik mij echt een volle dag aan besteed. Maar een van mijn fascinaties of passies zit in professionals. En hoe zij in hun werk staan. En dus hoogopgeleide, autonome mensen. Ja, en dan kom ik even terug op die producer. Wat doet een producer nou eigenlijk? Die stelt professionals in staat om hun passie, hun vak ten volle uit te voeren. En daar toch geld mee te verdienen, waarde toe te voegen aan de samenleving. Dus dat condities is een soort. Ja, en dat vind ik op de een of andere manier leuk. Het begrip professional is voor mij vrij breed. Het hoeft niet
per definitie post-academisch niveau te zijn. Dus ik hoor je eigenlijk zeggen, ik vind het in alle gevallen mooi mensen te helpen in staat te zijn op een optimale manier hun werk te doen. Ja. En, dat doet een en je hebt zeer succesvolle producers. Hè? Ja, precies. Dus ja. Er mag best geld verdiend worden. Ja. Dat is geen enkel probleem. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat een middelbare schoolvriend van mij had een illegaal restaurant in zijn kraakpand gevestigd. Ja. En die ben ik gaan helpen om dat officieel te maken. Ja. Dat is overigens niet gelukt, want in discussie met de kraakbeweging over het begrip winst is een onhaalbare kaart, in ieder geval in die tijd. Maar, dus daar kwam die passie misschien ook tot boven. Maar de manier waarop professionals, dus mijn missie, noem het wel eens, ik vind het leuk om een podium te creëren waarop professionals hun ding kunnen doen. Je mag zeggen dat dat de rode draad is in je leven dan? Of niet? Ja, dat begint het. Ik ben pas op de helft, maar dat begint wel zo zich af te tekenen. Maar ik heb daar ook ook wel weer de betrekkelijkheid van gezien. Hoe bedoel je dat? Nou, als ik in die metafoor doortrek van, ik zie het als mijn opgave om het podium neer te zetten, te creëren. Voor anderen? Dat ik soms ook wel het gevoel heb dat het de bedoeling is dat ik ze ga souffleren en dat de requisieten klaargezet moeten worden. Dus in de leidinggevende rol naar professionals. Ja. Af en toe nog wel eens de vraag van... Ja, wie ben ik? Ben ik nou je moeder of je vader? Ja, wat voeg ik toe? Wat voeg ik toe? Wat heeft een professional nodig? En er zijn stapels boeken geschreven over dit onderwerp. Een van de bekendste op dit gebied heet letterlijk leiding geven aan professionals niet doen. Ja, van Mathieu Wegeman. Precies. Ik heb volgens mij ondervonden dat dat wel nodig is. Ja. Dat professionals wel leiding nodig hebben. En dat dat soms een hele platte kant heeft. Ja, wat is de platte kant? Nou, dat kan op momenten van ziekte zijn dat je mensen gewoon uit hun werk moet trekken en zeggen, nou aan jezelf denken. Ja. Maar het kan soms ook over geld gaan. Maar een platte kant, want het is een uiterst humaan. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar je noemt iets. Ja. In 2000 werd ik managing partner van een groep mensen. En ik weet nog heel goed welk eerste besluit ik in mijn leven genomen heb daar. Dat was namelijk de vraag of een van de adviseurs een trekhaak mee mocht leasen. Ja. Over dat besluit heb ik 20 seconden gedaan. Dat vond ik best en daar zat een hele redenering bij. Maar toen dacht ik wel, is dit nou het walhalla van het leidinggeven, dat hoogwaardige, ingewikkelde? Nee, ja, dat herinner ik me. Als ik het mag ruilen tegen een anekdote, kwam een oudere medewerker toen ik directeur van de Baak was. Die kwam zeggen dat hij na afloop van de werkzaamheden, zo rond de uur of vijf, hij hield zich keurig aan die werktijden, dat hij een persoonlijk gesprek wilde hebben. En ik verheugde me daarop, omdat ik dacht, nou nu kan ik tonen de menselijke kant van dat management te beheersen. En toen kwam hij binnen en zei, het is nogal gevoelig. En toen zei ik, waarover gaat het? Ik vermoedde een scheiding of erger. En toen zei hij, het gaat over mijn leaseauto. En toen was ik inderdaad ook meteen... Maar dat soort dingen zijn natuurlijk uiterst belangrijk voor mensen. Hè? Ze zijn... Nee, dus je realiseert je dat gewoon ook... dat raakt ook wel ook het wezen, zeg ik het voorbeeld van een zieke collega of zo. En het inspireren is nog een hele uitdaging. Ik heb dat altijd ingevuld als maatwerk. Ik heb altijd gezocht van waar voeg ik bij jou iets toe. En dat kan iets heel anders zijn dan bij de ander. Dus je moet oog hebben voor het verschil, het persoonlijke. Ja. Als we over professionals hebben, hebben we het eigenlijk ook al meteen over de gezondheidszorg. Want daar zit een fascinatie. Ja, daar zit zeker een fascinatie. Ook wel ingegeven door persoonlijke ervaring. Ja. Mijn dochter is behoorlijk verstandelijk gehandicapt. Ja. Zij is op dit moment 14 en we hebben een jaar of 6, 7 geleden al besloten dat het beter was dat zij in een instelling woont. Ja. Maar daaraan voorafgaand hebben wij ook een heel medisch traject meegemaakt met ziekenhuizen, instellingen, diagnoses, behandelplannen, maatschappelijk werkers, hulpmiddelen, alles erop en eraan. Hebben wij in Nederland goed geregeld, denk ik dan altijd? We hebben dat in Nederland heel goed geregeld. Zeker voor deze groep, voor de groep mensen waar er geen discussie over is dat er echt iets aan de hand is. Ja. Ook op dit moment, na alle stelselwijzigingen, is dat in geldtermen prima geregeld. Maar daar valt nog wel een hoop te verbeteren in die wereld. Ja. We hebben natuurlijk ook schandalen meegemaakt in de wereld van de verstandelijk gehandicapten. Mensen vastgeketend in ruimtes. Er is nogal wat naar buiten. Nee, precies. En ook daar, niet in deze zin, maar ook wel persoonlijke ervaringen en aanvaringen ook gehad. Ja. Het interessante is dat dan je professionele werkelijkheid en je privéwerkelijkheid door elkaar gaan lopen. Want
Uiteraard zit ik dan vrij snel bij de Raad van Bestuur aan tafel als er iets niet goed is. En weet ik ook al andere kanalen te bespelen. Ja, dan hebben ze natuurlijk aan jou een lastige. Ja, waarbij ik me ook realiseer dat ik die kanalen wel kan bewandelen en grotendelen van de samenleving dat niet kunnen. Je zal een Turkse achtergrond hebben. Bijvoorbeeld. Ja. Dat, en de taal maar matig, maar machtig zijn. Taal. Nou ja, en dit is een ouder-kindrelatie. Ja. We hebben dat met z'n tweeën goed gerooid, dus mijn vrouw en ik. Veel gaan uit elkaar, hè? Ja, dat is, wij zijn juist naar elkaar toegegroeid. Dat is heel fijn, maar inderdaad, om in de gemeenschap van dit soort mensen zie je dat heel veel gebeuren. Maar goed, als je ouders bent en met z'n tweeën bent, dan kun je af en toe eens even de emotie afschakelen en even de stap maken. Ja. Als je zelf als patiënt daar zit, is dat in, komt er dus naast taal ook nog bij dat je gewoon zelf er middenin zit. Je bent onzeker. Je, je bent bang soms. Je bent bang. Ik kan me herinneren dat ik een keer met mijn vader bij een oncoloog zat en dat ik constateerde dat hij werkelijk helemaal niks hoorde. En dat er helemaal niks binnenkwam van het goede nieuws wat de oncoloog te vertellen had. Ja, dat zo is, geblindeerd. Ja, en ik was dus blij dat ik daarbij was als vertaler van dat en herhaler van dat bericht. Dat gun je toch eigenlijk iedereen, hè? Dat je iemand bij je hebt als je zo onzeker bent en angstig. Ja. Dat er iemand aan je kant staat. Ja dat is... Je zal er alleen zijn. Hè? Precies, je zult er alleen zijn zonder kinderen of zonder partner. En niet kunnen verstaan wat er gebeurt. Ja. En dan meent de zorgverlener alles helder uitgelegd. En er is vrijwel niets van binnen gekomen. Precies. En nog even los van, dan kom je weer op het thema professionals. Wat voor type zorgverlener heb ik tegenover mij zitten? Curatief ingestelde arts. Een mechanicien. Die tegenover je zit. Die zal doorgaans niet vragen naar het welzijn en welbevinden. Maar is bezig iets te fixen. Dat, terwijl, als ik even terug ga naar mijn dochter. Maar goed, eigenlijk geldt voor iedereen met een verstandelijke beperking. Je bent altijd bijzonder. Per definitie namelijk. Ja. Je wil ook een uitzondering zijn. En het is op een gegeven moment, na een bepaald medisch circus is ook wel de constatering, dit is niet op te lossen. Dit is niet te fixen. Dus de pilletjes werken onvoldoende. Herinner je nog dat jullie dat realiseerden? Het is niet goed. Nou, dat gaat... ik herinner me daar een paar markante momenten in. Ze zal een jaar of vier zijn geweest en wij verhuisden en ze moest naar een andere crash. En na een paar weken zei die crash, dit kunnen wij echt niet aan. Terwijl de vorige crash meegegroeid was in dat verhaal. Dat je dan denkt, oh, dit is heftig. Ja, wie ben jij om mij dat te vertellen? Later veel respect trouwens voor die mevrouw die dat gewoon benoemt. Want de eerste effecten is, dat aanvaard je maar niet zomaar dat iemand dat zegt. En een ander moment is dat ik me kan herinneren dat een neuroloog even tussen neus en lippen door zegt, nou, naar school gaat ze natuurlijk niet. Dus je moet maar even dispensatie gaan aanvragen bij de inspecteur daarover. En zich had je dat niet realiserend wat de impact van zo'n opmerking is. En je weet het wel, maar dat zijn dan momenten waarop het in één keer binnenkomt en landt, zullen we maar zeggen. En nou ja, dus dat is een thema. En wat mij fascineert is, in iedere missie van iedere zorginstelling staat dat de cliënt of de patiënt centraal staat, moet staan. Nou moet je bij missies altijd uitermate goed opletten. Die zijn tot stand gekomen met mensen zoals jij, hè? Die zijn er vaak bij betrokken. Ja, nou, daar kunnen we het zo nog even over hebben. Ja, maar vaak wat er staat is er dus niet. Dus als een accountantsbedrijf zegt, wij zijn integer, zou ik de papieren bij een ander accountantsbedrijf onderbrengen? Ja, als je dat moet onderlijnen, hè? Ja. U kunt mij vertrouwen. Voor een accountant is dat bijzonder. Ja, als ik tegen jou drie keer zeg, u kunt mij vertrouwen, wat doe je dan? Dan ga je natuurlijk weg. Ja. En als je nou kijkt naar hoe makkelijk het gezegd is en hoe moeilijk dat uit te voeren is, die cliënt echt centraal te stellen. En dat ervaar ik zelf gewoon als vertegenwoordiger van een cliënt. Maar in mijn werk kom ik dat ook aan alle kanten tegen. Dat, bijvoorbeeld, op dit moment wordt er heel veel geïnvesteerd in zelfsturing, in zelfsturende teams in de zorg. Ja. Mijn stelling is, en die roep ik ook regelmatig in de zorg, dat je daarmee verder verwijdert van de cliënt. Want je investeert in het team van zorgprofessionals, betaalde zorgprofessionals. Ja. In de interactie daartussen. Erg druk met zichzelf. Precies. Ja. Terwijl ik kom op een zaterdag bij mijn dochter.
dan is er geen manager, want op zaterdag werken managers niet. Nee. Tenminste, een aantal. Hier niet. In de horeca wel. Ja, ja. Ja, het is ook flauw om dat te zeggen. Ja, maar in de horeca werken managers wel gewoon hier in deze sector. Hebben ze bureautijden. Dus daar is een groepsleiding aanwezig. Dat zijn gewoon hardwerkende meiden met hart voor de kinderen die daar wonen. En ook voor ons. Daar loopt letterlijk oma Truus rond. En oma Truus is de vrijwilligster die met een van de jongetjes die daar wonen en wat minder familie hebben, iedere zaterdag gaat zwemmen. Ja. Ik speel geweldig hè, dat die mensen er zijn. Dit is, oma Truus is geweldig. Die, die moet het hoogste lintje krijgen wat er is. En, maar goed, je investeert in die groepsleiding, maar je investeert niet in het hele sociale systeem van oma Truus, van de cliëntvertegenwoordigers, die ook een vrij wezenlijke rol in de zorg. Is er een benauwde opvatting over wat de zorg behelst? Dat we eigenlijk alleen maar naar die betaalde professionals kijken? Ik vind van wel. Ja? We zeggen wel, er moet meer naar de mantelzorg toe, et cetera. Maar zorg dan ook dat dat goed samenwerkt met elkaar. En natuurlijk, er zijn voorbeelden van waarin ik zie dat daar ook echt aandacht voor is. Maar zorg dat dat nou is. Dus ga ook niet bedenken wat ik zou moeten doen als vertegenwoordiger om die groep waar mijn dochter woont beter te laten functioneren. Maar zorg dat er interactie is. Ja. Ik speel daar één keer per jaar Sinterklaas bijvoorbeeld. Nou, dat is gewoon ooit eens spontaan ontstaan als idee. Maar zo word je deel van zo'n systeem. Ja, precies. En dat is voor hun prima. En geef mij de gelegenheid om het management nog even wat te plagen. Dat komt bij de rol natuurlijk. Ja. Dus, maar ook, ook in vraagstukken als het herinrichten van processen, het bepalen van strategieën. Daar worden cliënten of vertegenwoordigers amper bij betrokken, terwijl dat heel krachtig kan zijn. Ja. Ik heb wel eens een strategietraject gedaan waarbij we cliënten hebben betrokken van verstandelijke gehandicapten instellen. Ja. Nou, dat kan. Die vraag komt natuurlijk onmiddellijk terug naar jouw eigen bedrijf. Betrekken jullie je eigen cliënten ook bij je strategie? Ja, nou, dat is een goede vraag. En dus, want de vraag is altijd de jij-bank, doe je het zelf? Ja. Doe je het zelf? Ja. Nou, het makkelijke antwoord is, wij staan zo vol in de markt dat we dat altijd... Ja, en dat zeggen die zorgverleners ook. Precies. Die zeggen, wij hebben zoveel contacten, dat is aan ons wel toevertrouwd. Ja. Nee, wij weten dat eigenlijk wel, want wij doen dat dagelijks. Ja, dat klopt. Ja. Nee, maar goed. Wij doen dat eigenlijk ook te weinig. Ja. Ik realiseer me dat we inderdaad een half jaar geleden al hebben gezegd, we gaan eens een paar klantenpanels inrichten rondom een paar strategische vraagstukken. Maar komt er niet van. We hebben net de druk daarvoor, zullen we maar zeggen. Nou, goed, in ieder geval begrijp je daardoor natuurlijk die zorgverlener ook. Ja, nee, dus het begrip is er zeker ook. Ja. Maar goed. Maar het systeem is toch te gesloten, dat hoor je net zeggen. Ja, nou ja, het systeem kun je op verschillende niveaus ook nog zien. Hè? Dus ik had beschreven eigenlijk net het laagste niveau. Het echte niveau in ieder geval. En daar zit een instituut omheen. Ja. Daar is de neiging ook klassiek en vrij groot om de deuren dicht te houden. En dat is al lastig genoeg allemaal. En om vast te klampen aan protocollen, et cetera. De een is daar beter in dan de ander. Maar er zit ook nog een grotere systeemwereld omheen van financieringstromen, inspecties, et cetera. Die systeemwerelden worden dominant in ons leven. Ja. Dat wil zeggen, in onze ontwikkelde samenleving begint dat het nieuwe probleem te zijn. Onze eigen ontwikkeling begint ons in de weg te zitten. En toch zit daar ook iets interessants. Er zijn veel mensen die zijn bezig met... We moeten de leefwereld centraal stellen. Ja, dus leefwereld tegenover systeem. De echte wereld tegenover de regels. Ja, Jan Rotmans, et cetera, van deze wereld. daar komt misschien mijn bedrijfseconomische opvoeding toch weer om de hoek kijken. Dat ik denk, van dat is naïef. Om alleen die leefwereld centraal te stellen. Want verplaats je eens in de leefwereld van de inspecteur. Verplaats je eens in de leefwereld van de accountant. Ja. En verplaats je aangesproken worden als het misgaat, sterk worden aangesproken. Nou, we gaan nog even iets verder. Waarom bestaan deze mensen eigenlijk? Dat heeft ook een reden. We hebben met elkaar een systeem bedacht. En we willen niet dat er cliënten vastgebonden worden, bijvoorbeeld. Ja. Dat willen wij als maatschappij. Dus er is iets nodig om namens de maatschappij een check te hebben. Ik heb het nu over die inspectie. Ja.
of die zorgen aan een bepaalde kwaliteitsnorm. Ja, we willen dat het verantwoord wordt. Hè? Volgens mij is niemand daar tegen. Dat daar een vorm van een check op plaatsvindt. Ja. En of dat een zelfcheck is. Of, nou ja, we moeten elkaar in de gaten houden, zou je kunnen zeggen. Het geldt ook voor die accountant. We vinden het toch ook wel prettig dat er een zekere rechtmatigheid is van de bestedingen van, ja. Van nou ja, publieke gelden die daar is. Ja, als je sommige zorgprofessionals hoogop ziet rijden in auto's, waarvan je dan denkt, nou, dat is nogal wat, dan komt er toch achterdocht. Ja, nou ja, natuurlijk. Ik moet altijd wel lachen als ik Emiel Roemer hoor roepen over het... Ik hoorde hem gisteren geloof ik nog roepen... Het salaris van de professionals in de zorg is met 20% gedaald. En de zorgbestuurders ga je maar meer en meer. Ja. En ik denk van als er één salarisgroep 20% gedaald is... is dat van de bestuurders in de zorg. Ja. Sterk onder druk. Lodewijk Asscher kopt hem niet in, helaas. Ja. Dus ook daar zit de betrekkelijkheid en de relativering... Maar hoe verdraaid lastig het is om die cliënt centraal te stellen... Ja. Echt centraal te stellen bij de manier waarop je het werk inricht. En dat kun je dan met een postercampagnetje doen van... nou, het is niet zo dat de cliënt bij ons woont. Nee, wij werken in de woning van de cliënt. Dat soort... Hè, let op je taal. Taal is wezenlijk daarin. Maar het zit ook in processen, in protocollen, in... Er wordt te makkelijk ook geroepen, dit moet van de inspectie. En als je doorvraagt, moet helemaal niet. Zijn er nog drie schijven die de eis van de inspectie nog drie keer zo erg hebben gemaakt? Ja, dat wordt vaak gezegd, dat het vaak de eigen directies zijn... die meer de vijand lijken soms van die processen dan Den Haag. Ja. Even teruggaan naar mijn dochter. Ja. Daar worden per jaar ontwikkeldoelen afgesproken. Nou, daar worden we overigens wel goed bij betrokken. Maar daar staat één doel in wat volgens mij veel te hoog gegrepen is. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat dagelijks wordt genoteerd met de hand... dat het doel wederom niet bereikt is. Ja, dat is echt iets tragisch. Hè? En dan denk ik, dan ga je doorvragen van waarom is dat dan zo? Nou, dus er is geen feitelijke grondslag te vinden. Dat heb je ook wel met bedrijven die winstdoelstellingen handhaven... terwijl ze keer op keer niet worden gehaald. Hè? Het zit er soms gewoon niet in, maar we kunnen het niet geloven. Ja. Dus dat kan de frustratie van de begroting zijn. De frustratie van de begroting. Toch maar weer opnieuw, toch maar weer stellen en dan uiteindelijk niet. Precies. En dan jaar op jaar tot iemand dan memoreert dat al 5 jaar lang de doelen niet gehaald worden. Ja. Zouden we dan iets moeten doen met de doelen? Dat is de vraag. Maar we kwamen hier vanwege die missie, maar zeggen. Van, ik geef heel veel nuances. En ik kan vanuit heel veel verschillende perspectieven naar die zorg kijken. Ik kan het cliëntperspectief goed zien. Ik snap heel goed het directieperspectief, het bestuurdersperspectief. Ik ben ook toezichthouder op verschillende plekken. Dus ook dat perspectief snap ik. Ik snap ook nog wel redelijk die wereld van accountants en inspecties. Maar hoe zorg je er nou voor dat het toch beter wordt? Ja, en hoe kom je tot een orchestratie daarvan? Ja, zonder de perfectie te willen bereiken. En wat zijn de grote uitdagingen? Zijn die dan het daadwerkelijk centraal stellen van de cliënt? Of waar liggen nou die grote uitdagingen voor de Nederlandse gezondheidszorg? Die geldt als een relatief goede zorg. Ja, nou ja, het obligate rijtje is dat onder andere door vergrijzing... de financieringslast te groot wordt voor ons land... Ja. Nou, of kun je daar politiek nog wel wat van vinden, of dat echt zo is. Misschien op twee, technologie is toch niet onbelangrijk. Ja. Ik ben vorig jaar in Amerika geweest en heb daar onder andere te horen gekregen... dokters, die zijn alleen nog maar nodig voor een empathische kant. Ja, want de diagnoses gaan allemaal geautomatiseerd. Dus ik vroeg mij toen wel af wat voor type dokters hebben jullie in Amerika. Maar dan wordt er gezegd, die moeten dan de diagnose nader duiden als er vragen over zijn. Ja. Maar de machine... stelt een diagnose. Net als het opereren met een robot waarschijnlijk op een bepaald moment veel betrouwbaarder is dan met mensenhanden. Ja. Maar ik ben daar bijvoorbeeld ook bij een organisatie geweest die heet Kaiser Permanente. Dat is een bedrijf, heeft een verzekeraar en zorg in één hand. Ja. Ik kreeg wat meewarig aangegeven. Oh, je komt uit Nederland. Ja, daar kan dit niet, want daar hebben ze wat bekrompen gedachten over privacy en het scheiden van verzekeraars en zorg. Als je kijkt wat zij doen in termen van preventie, in termen van aansluiting van schakels in de keten, dat is wel 10 stappen verder dan wij hier doen. Dus dan zie je ook dat aspect van onze systeemwereld... En dat gaat om integreren. Hè? Dus eigenlijk... Zorg en welzijn ligt daar heel dicht. Hè? Dus op een gegeven moment, ze doen natuurlijk veel data-analyses. Dat is natuurlijk een mooi verkoopverhaal wat je doorkrijgt.
Dus op een gegeven moment hebben ze ontdekt dat de welzijnsfactoren uiteindelijk de meest preventief bepalende factoren zijn. Ja, dat kun je op je klompen ook aanvoelen. Nou ja, maar het is hoe dat welzijn elkaar zit, heeft de grootste bevorderende of ondergravende werking. Ja. Dus je kunt bijna voorspellen wat voor ziektes iemand heeft door de situatie waarin hij vertoeft. Doordat zij alle data hebben, kunnen ze het ook voorspellen. Ja, en, het heeft inderdaad ook iets beangstigends meteen. Ze hebben ook voorbeelden dat diabetici een appje krijgen van u moet nu echt uw medicijnen gaan innemen. Ja. Nou, dat is dan nog tot daar aan toe. Zou je dit tweede stukje pizza wel nemen? Ja, precies. Dus dat, en wordt het geen tijd om wandeling te maken? Dus onze privacywetgeving die wat strenger is, heeft ook zijn waarde. Dat realiseer je ook wel. Maar laten we daar ook de ruimte dus wat meer in opzoeken. Dus eigenlijk de data gebruiken die er zijn. Hetzelfde geldt voor elektronische dossiers in Nederland, die hele discussie. Geef mij gewoon in mijn telefoon mijn hele elektronische dossier. Als persoon, hè? Ik vind dat geen enkel probleem om dat aan de professionals die ik dat toevertrouw geheel en al te overhandig. Ja. Maar er zijn instanties die bepalen dat dat niet goed voor mij is. En dan zou je dus zeggen, laat mensen daar zelf over gaan. Dan kun je dat zelf overdragen. Ja. Maar wij tellen in dat systeem niet mee. Hè? En wij mogen ons eigen dossier niet bij ons dragen om dat inderdaad te geven. En daar zit dus de dubbelheid. We zeggen de cliënt centraal en de cliënt moet regie voeren. Ja. En moet veel meer zijn eigen boontjes doppen. Want jij zou alle data van jouw dochter wel graag willen hebben, toch? Maar die heb ik ook. Heb je ook. Maar ik weet nog wel hoe verbijsterd de kinderneuroloog keek toen wij een CD-ROM, was dat nog geloof ik, uit onze binnenzak haalden met de MRI die we in Brugge hadden gemaakt. Ja. Dat was toch wel urgent. Nee, dat moest in het eigen ziekenhuis gebeuren. En eigenlijk maar dan moest zou je keer... dus eigenlijk de patiënteninfo zouden wij bij ons moeten kunnen dragen op onze telefoon. Hè, bijvoorbeeld. Daar gaan we natuurlijk wel naartoe. En het interessante is dus, als je het hebt over die leven en die systeemwereld, is dat ook in die systeemwereld er dus wat diepere systeemfouten zitten. Ja. En die kun je vergruizen. Dat is wat een aantal mensen doet. Ja. Als je nou het thema privacy pakt. Doordat wij instituten hebben die zich met privacy bezighouden, is het dus heel moeilijk om zo'n patiëntendossier, zeker een geïntegreerd patiëntendossier, van de grond te krijgen. Maar er zijn dus systemen die voor mij bepalen dat dat beter is voor mij, dat dat niet gebeurt. Dat dat gescheiden is. Ja, bevoogdend. Ja, dus geef mij dan ook alle instrumenten in handen om mijn regie te voeren en niet maar een paar. Ja. En dat is, daar zijn we nog vrij... Zou daar veel winst te boeken zijn? Ja, dit is een voorbeeld, maar op dit soort thematieken... Ik wou naar een afronding en dan wou ik jou vragen, waar gaat dan jouw toekomst zitten? Hè? Want je bent 50, hè? We maken dit wat dramatisch. Waar gaan we naartoe, meneer Van der Velde? Waar gaat u naartoe? Dat weet ik niet. Nee? Dat weet ik niet. Er zijn verschillende vormen en rollen van waaruit de thematieken waar we het net over hadden te verbeteren zijn. Maar het zit in die zorg, denk ik, hè? Ik denk dat het in die zorg zit. Maar het kan ook van buiten de zorg komen. Ja. Vanuit de technologie bijvoorbeeld. Ja. Vanuit de financiële wereld zou het zelfs kunnen komen. Dat is minstens zo interessant. We hebben de laatste jaren het woord vol van het woord disruptie. Ja. De vraag is waar de echte disruptieve krachten, en dan in dit geval in positieve zin, die het zorgsysteem beter maken, vandaan komen. Dat zou eerder misschien nog wel eens Philips kunnen zijn. Ja. Maar er moet een sprong gemaakt worden, denk ik. Ik denk het wel, ja. Dat, en dus waar ik mijn plek vind, of dat in de zorg is, of misschien perifeer daaromheen, om die zorg te verbeteren. Ik denk dat het wel in die zorg zit. Dat zou maar dat kan buitenom zijn en misschien buitenom wel effectiever zijn dan van binnenuit. Precies. Ja. Want systemen moet je van buitenaf natuurlijk veranderen als je op doorbraken uit bent, denk ik. Ja, en tegelijk moet je het systeem van binnen kennen. Oké, daar ronden we mee af, want ik constateer dat je het van binnen kent op tal van momenten en van buitenaf wil beïnvloeden. Ik wens je daar heel veel succes mee. Dank je wel.